Ik merkte wel dat ik echt een materialen- en kleurfreak ben. Er zijn van die ontzettend leuke roze glaasjes. Die wil ik eigenlijk zelf wel. Toch weer koepier. Want dat blijkt dan toch wel de meester onder de meesters te zijn. Ik vond het mooi om het hier te kiezen, omdat het ook een beetje mijn eigen vriendschap symboliseert met dit museum. Mij maakt het totaal niet uit wie het gemaakt heeft. Ik vind het een prachtige vaas. Ik dacht, ja, als het dan gepresenteerd wordt met die blauwe vaas, dan is dat gewoon een spectaculaire presentatie.